Goedenavond, ik ga een simkaart op maat knippen. Ik heb een Samsung S4 gekocht en voorheen had ik een Galaxy S2. En hier zit een normale simkaart in. Een Samsung S4 heeft een micro simkaart en de micro simkaart is iets kleiner. En hier ga ik laten zien dat ik een medium mobile simkaart op maat ga knippen. Dus de medium. En dit is een gewone simformaat. En hier heb ik al een Lebara simkaart, die is al op maat geknipt. Dus een, die is al geknipt naar micro simformaat. De chips van deze kaart die zijn van verschillend formaat. Dus kijk, deze is kleiner dan die. Dus dat is heel belangrijk als u een simkaart op maat gaat knippen. Dat u kijkt of u een grote of een, dit is een kleine chip. En dit is een grote chip. Om hem op maat te knippen staan er bij de meeste simkaarts inkepingjes. Zoals hier te zien is, kijk bij de medium kunnen ze bijna niet te zien. Kijk hier, hier zit een inkepingje en daar zit een inkepingje. En hier, en dit maakt het gemakkelijker om het te knippen. En dat heb ik bij de Lebara simkaart. Dat was ook een grote kaart en die heb ik ook op maat geknipt. En zat hier ook een inkepingje en daar zat een inkepingje. En bij de bovenste heb ik ook een inkepingje gebruikt. En vervolgens schuin afgezaagd. Nou, hier is nog een keer de medium simkaart. En wat ik eerst ga doen is de bovenzijde afzagen. Dat doe ik met een mes met karteltjes. Dat is dit mes. Even kijken. Als ik nou hier ga meten, dan zie ik dat 1,5 is. En als we hier kijken, 1,5, dan komen we precies aan de onderkant van het inkeping uit. Dus dat is een brede inkeping en aan de onderkant moeten we afzagen. Ik leg deze nog even aan de kant, dat is altijd handig als voorbeeld. Al voordat ik, want ik heb daar een geodriehoek gebruikt, voordat ik ga zagen, ga ik eerst de simkaart vastzetten met dubbelzijdige plaktape. Anders schuift die weg. Dat heb ik in het verleden ook al meegemaakt. En dan kunt u de sim beschadigen. Dus ik heb best dubbelzijdige plaktape. Gewoon van deze soort tape. En dan heb je hier de dubbelzijdige tape en een klein stukje onder doen. Dan blijft hij vastzitten. Nou, dan kan ik de geodriehoek erop leggen. Kijk, en dan moet ik deze inkeping hebben aan de linkse zijde. Dus zeg maar de inkeping die het dichtst bij de chip zit. Nou, vervolgens leg ik de geodriehoek zo neer. En dan ga ik dus eerst een snede maken. Kijk, en zoals je ziet, omdat deze chip groter is, zit ik ook dichter langs de chiprand. Dus dan gaat alles wat. Ja, dan moet je dus wat voorzichtig zijn. Zodat er geen ijzersplinters of iets dergelijks. Maar je kunt gewoon doorzagen, dat is verder geen probleem. Hè? Even kijken. Dus ik ga nu de inkeping maken. Kijk, en doordat hij dus met die dubbelzijdige plaktape vastzit, is het ook makkelijker om, om hem stevig te houden, anders gaat hij schuiven. En als hij gaat schuiven, dan, vooral met deze chip, dan zaag je zo in de chip en dan moet je niet hebben. Nou, dit mes met karteltjes die kan dus heel goed alles doorzagen. Ik zou hem zo door kunnen zagen, maar dat ga ik dus niet doen. Want dat heb ik nog nodig voor de afmetingen. Dus nu heb ik hem dus een snede gemaakt. En dan zet ik hem weer verticaal. En dan pak ik even dit voorbeeld erbij. Maar in principe heeft u dat niet nodig. Je kunt ook gewoon zo de chip doorzagen zonder dit voorbeeld. Maar het maakt het iets makkelijker. Kijk, want u kunt gewoon zien. Het zijn gewoon deze twee inkepingen, zeg maar. Hier zit een klein inkepingje en daar. En dat zijn eigenlijk de hulplijnen. Dus als ik die inkepingjes doorzaag, zeg maar, dan ben ik er eigenlijk al.
Dan moet ik alleen nog een schuin randje aan maken, maar dan is eigenlijk de chip al klaar. Dus het maakt het eigenlijk een stuk makkelijker. Dus als ik nou hier... Kijk, en dat is ook precies langs de chip. Dus dan ga ik weer zagen. Even kijken. Kijk, en dit stuk kan ik gewoon helemaal eraf zagen, als ik gewoon dit kan zagen. Even kijken of het gaat zo. Ja. En dat is dus het punt, en daarom is het ook maar goed dat er dubbelzijdig plaktape onder zit. Dan blijft het tenminste recht zitten, want dan vliegt hij alle kanten op. Kijk, als eenmaal die snede gemaakt is, dan wordt het ook een stuk makkelijker. Dan is het eigenlijk gewoon zagen. Ja, je ziet ook vaak filmpjes met een schaar. In eerste instantie dacht ik ook van nou, misschien toch met een schaar doen, maar recht knippen is toch ook wel heel lastig. En dan kan het... Kijk, daarna heb ik het gewoon eraf gezaagd. Dat gaat heel snel. En het is ook gewoon recht. En het is gewoon ideaal. Want het is gewoon zo'n mes met karteltjes. Het is gewoon een keukenmes. Speciaal waar je vlees mee kunt snijden. Kijk, er zitten van die hele fijne karteltjes aan, dat is echt ideaal. Kijk, en nu moet ik dus de andere kant doen. Ja, eigenlijk een stofzuiger. Gewoon de stof moet op tijd wegdoen. Want als die stof op de chip komt, dan ja, je gaat dan zagen. Dan kan dus op een gegeven moment de stof de chip ook beschadigen. Kijk, nou is het bovenste stuk is al bijna los, maar ja, op zich is het ook niet zo heel erg hoor. Ik zou hem bijna kunnen afbreken, maar dat doe ik echt niet. Oké, nou heb ik hem dus 180 graden gedraaid. Dus dan zit hij eigenlijk zo zit hij. En dan moet ik dus eigenlijk aan de andere kant ook een stuk afzagen. En dat is eigenlijk ook gewoon precies hetzelfde bij de inkeping, gewoon verticaal naar beneden. Want dat is makkelijk natuurlijk om het zo te draaien. Zo, kijk, en dan geldt ook weer dat ik dan even op moet passen dat ik dus niet te veel de chip raak. Op zich zou het geen kwaad kunnen, hoor, want als je kunt, stel je een stukje ervan afzaagt, het zou niet heel erg kunnen zijn. Hoor, want dat, als je een micro, want dit is dan, je hebt ook nog nano sims, die zijn nog kleiner, en dan moet je gewoon echt een stukje van de chip afzagen. Kijk, maar... Waar de elektronische chip onder zit, dat is in het midden van de chip. En de rest zijn eigenlijk gewoon kopersporen. Dus als je daarin zaagt, is het op zich nog niet zo erg. Maar ja, als je het kunt vermijden in dit geval, dan zou ik dat ik zoveel mogelijk doen. Ja, nou is het gewoon doorzaagd. En ik had het eigenlijk best wel handig. En dan heb ik het gewoon helemaal doorzaagd. Dan haal ik hem weer af. En dan zie je dus dat er ook veel stof zit. Eigenlijk ben ik nu al bijna klaar. De chip is eigenlijk al vrijwel klaar. Ik zal even die stof wegdoen weer. Zo. Kijk, en die dubbelzijdige plaktape is ideaal. Kijk, dan zet ik hem nog eventjes op deze manier neer. Kijk, want nu kan ik hem dus het bovenste stukje er ook afhalen. Zo. Ja, nou, dat is dan eraf gehaald. Kijk, en nu moet ik dus een schuin randje eraan maken. Dus nou is eigenlijk al, ja, de buitenkant is er vanaf, zoals je kan zien. Dan heb ik hier de chip. En als ik die erop leg, dan hoeft er hier dus alleen maar een heel klein schuin kantje. En dan zie je toch dat ik daar een stukje van de chip af moet zagen. Althans in ieder geval van het koper gedeelte. Want anders dat gaat het natuurlijk niet werken. Dus dat wordt maar een heel klein stukje moet eraf. Maar dat zal misschien toch wel het koper raken. En dat is op zich niet erg. Kijk, zolang dat dat spoor en dat spoor moet natuurlijk een sluiting gaan maken. Want dan is het natuurlijk wel problematisch. Maar als je het gewoon afzaagt... Is dat niet problematisch. Oké, de chip die zit dus in het midden. Kijk, en het punt is ook eigenlijk dat nu doordat ik dubbelzijdige plaktape heb gebruikt, dat het ook eenvoudiger is om hem vast te houden, want dan gaat toch wel alle kanten op schuiven anders en dan zou het niet goed zijn, hè?
kijk, en dan heb ik hem eigenlijk al afgezaagd. En dan zie je dus dat er een stukje van het koperspoor eraf is. Maar dat is verder niet erg voor die chip. Dus eigenlijk is het nu klaar. Dan ga ik op een gegeven moment de telefoon pakken. Kijk, nou ja, de dubbelzijdig plaktape die hebben we niet meer nodig. Ik zal het even allemaal opruimen, want zoals de telefoon stoffig. Ja. Kijk, hier kun je ook zien dat er nog een stukje printspoor eraf is. Ja, heel klein, maar dat is niet erg. En dan kan ik nog even goed kijken of die geen sluiting maakt. Nou, dat ziet er goed uit. Kijk, misschien. Kijk, eigenlijk het beste is om nog eventjes met een nagelveldje. Dan heb ik die helaas hier niet. Om met een nagelveldje eventjes gewoon een beetje de net zoals hier zo'n rond kantje aan kunnen. Dat kan het beste met een nagelveldje doen. Maar goed, ik ga het nu op goed geluk zo proberen. De ruwe kantjes kun je dan met een nagelveldje eraf afhalen. En dan is het eigenlijk al. Ja, dan ziet het er veel beter uit. Minder scherp. Kijk, en verder zou hier aan de onderkant, want dat heb ik dus nu niet gedaan. En dan gaan we nu ook weer bekijken of dat werkt. Maar eigenlijk moet hier aan de onderkant ook nog een millimeter vanaf. Dus in de toekomst, als je ooit een andere telefoon zou kopen, zeg maar. Dan moet hier aan de onderkant officieel een millimeter vanaf aan de kant zijn dat het net niet past. En in dit geval bij een Samsung S4 past het wel. Maar dan zou je dus gewoon nog een keer zo'n stukje ervan af moeten halen. Maar dat ga ik nou niet doen, want we hebben hier een Samsung S4. En dan ga ik kijken of dat erin past. Oh, hier komt, ik heb hier net een nagelveldje. Zo, dan ga ik nog heel eventjes met de nagelveldje zo die kleine randjes mooi maken, zeg maar, dat het net iets minder scherp is dan dat het gezaagd was, want het zaagsel, dat is natuurlijk niet zo best. Dat is ook zoiets, dan moet je zo doen. Het is maar net dat het, kijk hier bijvoorbeeld ook, dan zou gewoon iets. Zo, dan ziet het er iets beter uit. Maar het zou ook zonde kunnen worden, maar niet zoveel uit. Nou, dan kan de chip erin. Nou, die zetten we er zo in. Even kijken of het allemaal past. Altijd weer spannend. Eerste keer de chip erin zetten. Ik krijg hem nog eens in. Ja, en nou zo, en eigenlijk zit hij nou wel goed, denk ik. Dan ga ik even proberen met de batterij erin. En kijken of aanzetten en dan kunnen we eigenlijk zo zien of het werkt of niet. Er zit altijd een risico aan of het, de chip kan altijd beschadigen, zeg maar. Dus dat is natuurlijk altijd een risico waar je rekening mee moet houden. En dit is eigenlijk de tweede chip die ik nou doe. Nu eens kijken. Je kunt vrij snel zien of die hem herkent of niet. Nu de volgende. Oh, dan moet ik geen simkaart in praat. Nou, dan zal die het wel niet doen. Ik denk niet dat het werkt. Dus even kijken, ik ga hem eens uitzetten. Misschien dat er nu goed in zit. Ja, dat is dus altijd een punt. Ja, hier zit ook erg strak in eigenlijk. Even kijken of ik hem eens uit kan krijgen. Oh. Zo is mijn eigen chipkaart erin zitten. Kijken hoe dat die dit doet. En deze zou het dus wel moeten doen. Dat is ook wel erg. Kijk naar dat klik. Kijk, die is ook
Dus het valt wel op dat hij iets verder erin gaat. Ja. Als ik naar deze toe. Nou, moeten we even wachten. Oké, deze doet het wel. Nou, dit werkt gewoon, anders had ik een nieuwe simkaart gezet. Item. Even kijken waarom dat hij het nou niet doet. Nou, dat kan dus altijd gebeuren. Ja, die is uit. Ja. Even goed kijken. Iets meer van of wat kunnen we doen? Deze batterij er weer in zetten, want ik denk dat hij nou al doet. Zo, hem aanzetten. Kijk of hij nou wel herkent. De pincode kan ik overzien, dus ik zal hem niet kunnen. Ja, nou herkent u. Ja, de simcode. Dus dat was het probleem. Dus daar moet je dan even rekening mee houden. Als je hem erin doet, dat hij dan ook inderdaad, hij moet een klein beetje door zo'n veertje teruggeschoven worden. Als dat dus niet gebeurt, de kaart iets te dik is of wat dan ook, dan moet je hem even dus goed zetten. Nou, dat is altijd goed om te weten. Maar nou werkt het. Ik zal hem nog een keer openmaken. Hier kun je de SD-kaart inzetten. Dus een micro SD-kaartje. Ik heb hier ook nog een micro SD-kaartje. Kijk wel. Deze bijvoorbeeld. En die kun je daar dan inschuiven. Kijk, zo gaat het volgens mij. Nou, in ieder geval. Daar moet je dus ook. Eén is voor de SD en de andere is voor de SIM. Nou, ik hoop dat dit geholpen heeft en ja, dat was de instructievideo.